We gaan vandaag cakejes maken. En geen gewone cakejes, maar cakejes met een compliment erin. Dus dan is diegene lekker aan het eten, haalt het briefje eruit en heeft een leuk compliment. En dan is hij blij die dag. Je kan hem bij je buurvrouw voor de deur zetten. Je kan hem naar het bejaardentehuis brengen. Je kan hem aan je moeder geven. Je kan hem aan je beste vriendin geven. Maakt niet uit. We gaan iemand blij maken. Of jezelf. Gelukskeekjes even ze. Oké, we zetten natuurlijk eerst de oven aan. We zetten hem op 160 graden en doen alvast het rooster iets onder het midden. We beginnen met het bakmeel in de kom. En de meesten weten wel hoe dat gaat, maar het is nog leuk om het even te doen met elkaar. En op het pak staat ook altijd meestal, hè, wat je moet doen en hoeveel je van iets nodig hebt. En boter. 50, 200 moeten we daarvan hebben. Dus dat is een lekker vet cakeje. Even in een pannetje. We hebben de boter gesmolten en we doen heel even een beetje de vormpjes insmeren, zodat ze lekker makkelijk eruit gaan. Is een heel cute. Zo, die zijn lekker ingevet. Dan gaan we door met het beslag. Het meel hebben we al in het bakje gedaan. En dan moeten er 4 eitjes in. 1, 4. Oké, dan doen we lekker roomboter erin. Klein scheutje. Gaan we het eerst even mengen. Volgens mij is iedereen sowieso losgeslagen met bakken. Dus dit is een mooie variatie. Hoppla, lekker knoeien. Op de gewone cakejes. Oké, de rest van de boter erbij. En lekker mixen. Spierballen. Wil jij even proeven? Ja, lekker. Heerlijk. Oké, het beslag is af. Yummy. Heel verleidelijk om er niet aan te komen. Maar dat doen we lekker wel. Oké, dan gaan we ze vullen. En dan kunnen ze eventjes lekker staan. Oké, we gaan natuurlijk de briefjes erin doen. En maak gewoon wat zinnetjes op een blaadje. Ik vind jou echt heel lief. Je bent fantastisch. Je bent op de goede weg. Je bent echt heel goed bezig. Ik hou van jou. Je bent de liefste van de hele wereld. En dan knip je ze uit. En het is natuurlijk heel erg belangrijk dat het briefje niet vies wordt. Dus je pakt hem zo meteen helemaal in het aluminiumfolie. En dan kan je hem dus daarna na het bakken gewoon uithalen. En dan zal je zien dat je nog steeds kan lezen wat er op het briefje staat. Oké, we hebben de briefjes
in strookjes gevouwen. En dan gaan we hem nu inpakken. En we laten hem ook lang. Gewoon 3 keer, is wel goed. En dan doe je hem ook nog echt een paar keer dubbel, zodat er echt geen beslag in kan komen natuurlijk. En aluminiumfolie kan gewoon in de oven, dus dat is mooi. En dan gaan we hem erin doen voor het bakken. En dan hou je er een klein stukje over, zodat je hem er later uit kan trekken. Je laat hem duidelijk zitten, want anders zit straks iemand op zijn vulling met dat ding die het niet gezien heeft. Sommigen die kunnen niet zo goed zien natuurlijk. En dan is het... Dus laat hem wel opvallend eruit komen. Kijk, zo zien ze eruit met de briefjes. En die gaan we in de oven doen. De oven is goed voorverwarmd. Oh, ik kan niet wachten totdat ik ze kan opeten. Heerlijk. Het ziet er gezellig uit. Dat is toch die geur in je huis. Yes. Wacht even. Yes, eindelijk, ze zijn klaar. Oh, het ziet er leuk uit. Lekker. Oeh. Ah, zie je de briefjes erin zitten? Yummy.